Yes, Arte di Palabra is een competitie van literaire competitie. Woordkunst noemen we dat in het Nederlands. En het wordt jaarlijks georganiseerd. Eerst wordt er een competitie op Bonaire gedaan, en op Curaçao en op Aruba, dus op elk eiland. En van elk eiland gaat er een groep mee die gewonnen heeft naar de centrale wedstrijd, competitie. Dat is jaarlijks, het gebeurt ook op elk eiland. Dit jaar was het op Aruba. En daar hebben wij als Bonaire ook mee gedaan, omdat we met een groep van 8 deelnemers. En hoe ging het met deze deelnemers? Het was geweldig. Het was geweldig. We hadden 11 kunsten, zeg je dan maar. Woordkunsten. En we hebben 8 deelnemers. Dus 8 deelnemers, 11 woordkunsten. En we hebben de competitie had 32 deelnemers. En van die 32 deelnemers hadden we 21 prijzen. Bonaire heeft 10 van de 21 gewonnen. En de resterende 11 is verdeeld tussen Curaçao en Aruba. Er waren ook 6 categorieën, waarvan 4 categorieën heeft Bonaire, was Bonaire de winnaar. En 1 categorie was Aruba en de andere categorie was Curaçao. En een van de categorieën, dat is met name voor de leeftijd of klasse 3 en 4 van de middelbare school, want er zijn middelbare scholieren. Daar heeft Bonaire alle prijzen gewonnen. Dus het was geweldig. We hebben alles gewonnen, we waren gewoon de beste. Wat betekent dit voor zo'n klein eiland als Bonaire tegenover die 2 grote eilanden, Aruba en Curaçao, zoveel prijzen? Het betekent dat we heel sterk zijn als eiland, met name op dit gebied. En dat we ook zoveel woordkunsten konden presenteren. En dat zoveel woordkunsten van Bonaire ook in de prijzen zijn gevallen. Dus dat betekent dat we gewoon heel sterk zijn als eiland.